Beste kijkers, binnenkort dan is weer in het Tileander uh, een voorstelling van de Gezellen van de Spelen. Het is een klucht dit jaar en naast mij staat Annette van den Brand en zij is de voorzitter van de Gezellen. Annette, volgens mij ben jij de eerste vrouwelijke voorzitter van de Gezellen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. En hartstikke leuk. En uh, hoe bevalt die functie? Ja, erg goed uh, moet ik zeggen. In het begin vond ik het wel een beetje spannend. Maar ik heb ook de juiste mensen om me heen in het bestuur. Ze doen heel goed hun werk. Ja, dus het loopt goed? Ja. Uh, is het zo dat jij en besturen en meespelen ambieert? Vind je dat zelf leuk? Ja, absoluut. absoluut. We willen natuurlijk nog uh, iets meer uh, de top bereiken die ze jaren geleden ook hebben gehad. Uh -huh. We gaan voor volle zalen, hoop ik, binnenkort. En uh, we hopen toch een beetje meer uh, jeugdleden erbij te krijgen. Ja, want jij bent zelf inmiddels ook al 28 jaar bij De Gezellen, heb ik gelezen. Ja. Wat bindt jou aan deze club? Nou, vooral de gezelligheid. Uh, we hebben ontzettend leuke repetitieavonden die natuurlijk uh, ja, heel veel meetellen. De uitvoeringen zijn natuurlijk uh, bijzonder leuk en spannend en wel uh, willen publiek. En we hebben ja, constant uh, wisseling van regisseurs en dat bevalt ontzettend goed. Ja. Het is zo dat De Gezellen al uh, heel lang bestaan. Hè, van, uh... 1908. Ja, al 111 jaar. Ja, ja inderdaad. Mooi hoor. Maar een van de weinigen die je inderdaad nog steeds bestaan. En Zeker in Oostenrijk, zo lang al. Ja, maar dat proberen we ook echt te houden. Ja. Welke rol speel jij in de komende klucht? De komende klucht ben ik een, een vrolijke non. We gaan natuurlijk weer voor de pastoren en de nonnen, dus het wordt, het wordt inderdaad een echte klucht. Ja. En is jouw rol heel leuk? Ja, ja, superleuk. Zijn er nog wensen die jij eh, graag in eh, vervulling zou willen zien gaan? Uh, wensen. Uh, ja, ik wil natuurlijk uh, ja, volle zaal. Uh, dat zou een keer, uh, keer mooi zijn. Maar ook, ja, mensen zitten te kijken. Ik weet bijna zeker dat er uh, heel veel uh, lid zijn geweest van de gezellen. Uh, 111 jaar is natuurlijk niet niks. Wie weet hebben ze, als ze dit uh, zien, uh, alsnog een keer zin om, uh, om mee te spelen. Wel heel graag de jeugd erbij. Een aantal jaren geleden hebben we met veel jeugd gespeeld. Dus uh, dat was ook ontzettend leuk. En uh, ja, ook dat uh, trekt volle zalen. Dus, uh, is dat de reden dat ze gingen studeren? Dat ze weggingen? Ja, ja, ja. ja een studie gaat voor. Uh, en uh, nou, tot slot dan. Wanneer uh, wordt er gespeeld? Uh, 29 en 30 maart uh, wordt er gespeeld. Op uh, vrijdag en zaterdag. En het begint gewoon om 8 uur? En het begint om 8 uur hier in de Tiliander. En uh, kun je, waar kun je de kaarten krijgen? Uh, dat kan via de website uh, van ons. Dat is uh, www.toneeloosterwijk.nl. Dat kan bij Pijmans in de Dorpstraat. En aan de zaal. Maar ga je ze van tevoren bestellen Ben je een euro goedkoper klaar. Zo. Ja. En we willen die euro zeggen, wat kost die dan? 9 euro is dan het kaartje. En anders een tientje? En anders een tientje. Ja, precies. Is er nog iets uh, wat je zegt, nou, daar ben ik vergeten, dat wil ik nog even zeggen? Nee, ik zou zeggen, mensen, kom kijken. Ja. Nou, dan wens ik je niet alleen als voorzitter, maar ook als uh, speler in de klucht heel veel succes. En dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Nou, bij mij staat uh, Leon. Leon Hoepelman is uh, dé regisseur. Ja, klopt. Inderdaad. Maar ik ken uh, Leon Hoeperman uh, ook als zanger. Klopt hè? Ja, dat uh, klopt helemaal. Ik ja. heb hier in Oosterwijk vroeger heel veel ook in het Theater gezongen. Later ook wat uh, operettes geregisseerd. En uh, daarnaast ook in Tilburg, Breda, Eindhoven, overal. Ja. En nu ben je uh, terug naar het toneel. Van waar? Nou, ik heb uh, vroeger een verschillende toneelverenigingen gehad in Tilburg, later ook in België en uh, een jaar of twee geleden heb ik hier ook uh, het genoegen gehad om uh, de revue te mogen regisseren, wat ik ook ontzettend gezellig heb gevonden, dat was ondertussen ook met jou hè. Ja. En uh, nou ben ik, uh, ik, ja, ben ik weer terug in, in Oosterwijk om, uh, om een toneelstuk uh, te regisseren. Is overigens een stuk wat ik uh, vijf jaar geleden ook in België geregisseerd heb. Het is voor origine een Belgisch, uh, Belgisch stuk. Ik heb het wat veranderd wat tekst betreft, dat het in ieder geval wat meer op Nederlands gaat lijken. Maar uh, we proberen de mensen dus veel te laten lachen die avond. Dat is... Maar is het dan een stuk geschreven door een Belg? Het is door een Belgische schrijver, ja inderdaad. Oh, ja. Dat is wel heel mooi, ja. ja. Dus uh, nee, ik uh, moet zeggen, er zitten hele leuke grappen in. Uh, ik hoop dat de mensen het gaan waarderen. En we gaan ons best doen om uh, de zaal de hele avond lachen te krijgen. Ja, ja dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Ja, dat is het mooiste. Hoe gaat het met, uh, met de repetities en zo? Want het is natuurlijk altijd wel, ja, tegen dat de première eraan komt, is een beetje spannend natuurlijk. Hè? Ja, het is natuurlijk hard werken. Uh, tekstkennis. Uh, dat gaat niet altijd soepel, maar ik moet zeggen. De Laatste weken begint het al wat meer zo uh, te krijgen, dus ik, ik heb er alle vertrouwen in. Ja, ja. ja want ik hoor ook van de voorzitters zijn natuurlijk niet de jongste die erbij zijn, maar wat jongere bij natuurlijk. Maar de meeste hebben toch een behoorlijke leeftijd al hè? zeg ja. maar hè? een beetje rond de 50. Ja. En, dan een ja. beetje, en daaronder zijn natuurlijk ook een aantal, dus die verschillen zitten er wel in. Ja, maar dat merk je niet aan het leren van de teksten? Nee, maar je merkt ook dat die mensen ervaring hebben, dus wat dat betreft uh, houden het wel soepel. Ja. 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 Kun je iets vertellen uh, over de inhoud van het stuk? De inhoud van het stuk. Nou, we hebben dus te maken met een klooster. wat helaas nog geen eigen reliquie heeft. En de zusters vinden dat verschrikkelijk. Dan komen er een, uh, de pastoor met een nieuwe kapelaan die eigenlijk op een zeer ondeugende manier gaat vertellen. dat hij voor een reliquie kan zorgen. Ik ga verder niks over het verhaal vertellen. dus dat houden we wel geheim. U uh, zult zien dat het een ontzettend. Tunt een leuke anekdote is. Ja. Daar, meer wilde ik er niet over vertellen. Dat houden we op de avond zelf. Ja. Nou, rest mij ook mede namens Lovo heel veel succes te uh, wensen. En uh, ja, komen in ieder geval kijken. Veel succes! Ja, dankjewel.